De viering van het eerste Javaans nieuwjaar was gisteren een feit op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij vanaf de ochtend tot de avond verschillende activiteiten zijn ontplooid. Wij brengen u het volgende verslag. Behalve verschillende traditionele Javaanse gerechten was er ook een kleine braderie op het plein met onder andere verschillende informatiestands over de geschiedenis van de Javanen in Suriname. Nasir Eskak, die de aanwezigen in de avonduren toesprak, gaf aan dat deze dag niet tot stand zou komen als een ieder zich niet had gebundeld en had ingezet om het tot een succes te maken. De kracht van Suriname ligt in het naast elkaar leven van verschillende culturen in een samenleving, zonder dat er sprake is van één smeltkroes. Dit zei de Braziliaanse antropoloog Maria Stella de Campos Franca in 2005. En ik wil daarbij toevoegen, deze kracht kan alleen maar groter worden wanneer alle individuen de gelegenheid hebben om hun potentieel zo volledig mogelijk te ontwikkelen en te realiseren. Minister Bronte Somohardjo van Binnenlandse Zaken is tevreden met de opkomst tijdens de viering van het Javaans nieuwjaar. Als een van de vier grote groepen in Suriname mochten wij vandaag niet floppen en moesten wij vandaag slagen om ervoor te zorgen dat we als gemeenschap vandaag niet zouden floppen. Want mijn onterechtheid, mijn angst was natuurlijk niet onterecht. Mijn generatie faalt op dit moment als collectief. Maar om ervoor te zorgen dat we niet zouden floppen, maar zouden slagen, heb ik de hulp van alle culturele, religieuze organisaties geroepen om me te helpen mobiliseren. En ze hebben gehoor gegeven aan mijn oproep. Mijn dank daarvoor. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk is een multiculturele samenleving niet alleen het samenleven van mensen met verschillende etniciteiten, achtergronden en godsdiensten, maar dat zij ook harmonieus met elkaar leven. We zijn dankbaar dat we in Suriname zo zijn opgevoed met de waardering en respect voor alle culturen. Het modern denken is dat elk etniciteit, cultuur en taal een plaats heeft in de natie. Zoals elke bloemsoort bijdraagt aan de volledigheid en de mooiheid van de Bromtjidjari. De schoonheid van Suriname ligt dus in de diversiteit. Paul Somohardjo onderstreepte nog dat zij weten dat het moeilijk gaat in het land en dat de rest van de samenleving deze dag niet moet zien als de zijn Javanen houden een feest. Het gaat om de erkenning dat eindelijk Wanjowo erkend en geteld wordt, besloot Somohardjo.